Hartelijk welkom bij weer een video over het gebruik van de Artur Lasermaster 2 15 watt versie. Binnenkort zal er ook weer een video uitkomen over 3D printen, maar deze gaat dus over laser engraving. Wist je dat je bij AliExpress kaartjes kunt kopen, aluminium kaartjes, die geanalyseerd zijn en voorzien van een kleur? Ik heb van die kaartjes besteld. Ik zal er even eentje bij pakken. Ik heb ze in twee kleuren besteld, in blauw en in zwart. Dit zijn de zwarte. Dit model is natuurlijk een model business card, oftewel visitekaartje. En omdat ze geanalyseerd zijn, kun je ze laseren. En dat is nou precies wat ik aan het doen ben. Ik ben aan het laseren met, en je ziet dat eigenlijk ook door het flikkerende licht hierboven, ik ben visitekaartjes aan het laseren. De blauwe, die heb ik al gedaan en die zal ik even proberen te laten zien. Het is best lastig, maar als je goed kijkt, zie je dat ze gelaserd zijn. Ja, sorry, het is weer in spiegelbeeld. Ik kan het niet helpen, het is zo. Nu ben ik op dit moment bezig om de zwarte te maken. En die gaan we straks ook zien als ze klaar zijn. En die vind ik er eigenlijk nog wat mooier uitzien. Want het is wel zo dat hoe lichter de kleur is, hoe lastiger het is om dat ook op een goede manier te graveren, zodat het goed zichtbaar is. Het is heel bijzonder, want wie kan er nou zeggen dat die aluminium visitekaartjes heeft? De meeste visitekaartjes zijn van karton en zijn goedkoop, worden gemaakt door Vistaprint of weet ik wat dan ook. Nou, deze kun je dus graveren. Het is ook geen goedkoop procedé, dat zeg ik tegelijk bij. 100 van die kaartjes kosten in China een ruime 10 euro. Moeten ze nog deze kant op komen. En het graveren ervan. Ik ben er nu 6 aan het maken. En bij elkaar neemt dat ongeveer 3 uur in beslag om er 6 te maken. Dus er zit nogal wat tijd in. Maar dan heb je ook wat. Want je hebt aluminium visitekaartjes die bijna niemand heeft. En daarmee dus eigenlijk hele luxe visitekaartjes. Die per stuk, nou ja, productie, misschien een 40 cent per stuk kosten. Zeg maar zoiets in die geest. Als ik de 100 zou moeten maken, zou ik er 40 euro of zo voor vragen. Zoiets dergelijks. Ik ga even het proces laten zien. Ik ga even de camera omkeren. En dan kunt u gaan meekijken. Zo. Wat ik ervoor gedaan heb, en misschien kun je dat ook zien. Het is een beetje lastig te zien. Maar ik heb een mal gemaakt. Ik heb een houten plaatje genomen. Daar heb ik zeg maar ruwweg de maat van de kaartjes uitgesneden. Ze zijn iets groter, die openingen zeg maar. En daarin kan ik dan die kaartjes leggen. Nou, dat was aanvankelijk al een heel lastig verhaal. Dus wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik aan de onderzijde van die uitgesneden houten plaat, heb ik nog zo'n houten plaatje gemaakt, maar dan niet uitgesneden, maar gewoon dicht. Zodat je zeg maar echt een stuk hout hebt met daarbovenop de mal zeg maar. Ook dat was niet ideaal, omdat dat verlijmd is, bleven die plaatjes, die zwarte plaatjes, bleven daartussen geklemd zitten. Dus ik heb vervolgens heb ik iets van tape erin geplakt, zodat het plaatje iets hoger komt te liggen. En nu liggen ze op een hoogte dat ze eigenlijk net zo hoog liggen als dat die houten plaat is. Maar doordat die uitsparing er is, kun je precies zien waar je dat visitekaartje neer moet leggen. Wat heel erg belangrijk is bij die visitekaartjes is dat, en dat heb ik in elk geval gemerkt, dat kan ik je alvast wel meegeven als je dit ook wilt gaan doen, is dat het belangrijk is om vooral te spelen met de power settings en de snelheidssettings. Die blauwe vond ik in eerste instantie gelijk redelijk goed gaan. Misschien dat ik dat ook nog eens een keer met dezelfde setting moet gaan proberen waarmee ik nu met die zwarte bezig ga. Maar bij die zwarte is er echt een verschil. Als ik bijvoorbeeld een snelheid van 1500... millimeter per minuut doe, dan is het resultaat een stuk minder mooi dan dat ik 2000 millimeter per minuut doe. En daar dan een bijbehorende power bij van 75%. En vervolgens krijg je daar dan de mooiste afdruk mee. Die blauwe die ik liet zien, ik zal het nog even laten zien. Even kijken, waar is die? Daar zo. Deze heb ik gemaakt met 1500 millimeter per minuut en een
power van 55%. Nou, die zwarte is in elk geval, het verschil is heel goed merkbaar. Als ik dat doe, dus 1500 bij 55% power, is het een stuk minder mooi dan dat ik zeg maar bij 2000 snelheid en 75% power maak. Dat is de reden waarom het dus belangrijk is om te kijken naar powers en naar snelheden. En straks als het klaar is, zal ik je natuurlijk het resultaat laten zien. Maar dit is dus het project visitekaartjes maken, businesskaartjes maken op geanodiseerd aluminium. Je kunt deze plaatjes krijgen in blauw, zwart en dan moet ik een beetje gaan gokken. Ik dacht rood, meen ik. Nog twee kleuren. Maar ik zeg er gelijk bij, als je dat wil doen, zijn donkere kleuren dus makkelijker dan lichte kleuren. Ondanks dat die blauwe wel mooi is geworden, hoor. Want als je hem in het licht houdt, is dat zeer zeker een heel mooi project geworden. Ander ding wat ik eraan mee zou willen geven, is dat je kunt letters zeg maar in een lijn doen. Hè? Dus als je een letter hebt, dan is zeg maar de midden van de letter is open, zeg maar, als het ware. Dus alleen het lijntje eromheen wordt getekend. Maar je kunt ze ook vullen. En om nou een mooie afdruk te krijgen, vind ik zelf, is vullen eigenlijk mooier dan een lijntje maken. We gaan zo meteen het resultaat zien van deze actie. Ik ben zo weer terug. Zo, ze zijn klaar, althans zover klaar. En als je zo kijkt op de video, dan zien ze er eigenlijk heel goed uit. Maar er moet nog iets gebeuren. Dus ik ga ze eraf halen. En dan gaan we zien wat ik ermee ga doen, zodat ze nog mooier zichtbaar worden. Zo, even de camera verplaatst. Dan gaan we de eerste pakken. En wat we doen, even kijken of ik in beeld ben, daar zo. We gaan hem met een kwastje schoonmaken. Daar begint het mee. Namelijk, laseren brengt roet met zich mee. En roet maakt het allemaal natuurlijk niet mooier. Dus dat is het eerste wat ik ga doen. Ik ga ze er alle zes afhalen. Want het zijn er zes tegelijk. En ik ga ze schoonmaken. Zo. Die. Dat is klaar. Als ik dat gedaan heb, dan ga ik ze poetsen met alcohol. Ga ik je zo meteen laten zien. Zo, de laatste stap in het proces is ze schoon te maken met alcohol. 70% alcohol van de kruidvat in dit geval en een doekje. Dat is de laatste stap in het proces om de kaartjes echt goed te maken. En dat ga ik nu doen. Even met eentje, zodat u het resultaat kunt zien. Zo. En dat ga ik nu schoonwrijven met alcohol. De andere kant. En zie hier, hij moet nog even drogen. Dat zal ik even met een doekje doen. Normaal droogt hij uit zichzelf, want alcohol is nu eenmaal los zichzelf op. Voilà. Prachtige visitekaartjes. Nog even eentje doen. Wel handig om dus eerst even schoon te maken met die kwast, zodat je de grootste roetlading eraf hebt. Daarna gewoon met een beetje alcohol. En je krijgt daar een prachtig resultaat van. Niks mis mee. Je ziet dat gaat redelijk snel. Ja, ik geef toe, als je er een opdracht van moet maken, dan is het natuurlijk bewerkelijk toegegeven. Maar op zich is het goed te doen, omdat je er ook maar zes tegelijk kunt maken. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Ik zal ze nog even allebei laten zien. Zowel de blauwe als ook de zwarte. Dit is het resultaat. Natuurlijk aan twee kanten bedrukt. De andere kant is ook bedrukt. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot een volgende keer. Dag.